leuk dat jullie kijken naar een nieuwe vlog. Het is voor mij vandaag donderdag en de camera is leeg. Helemaal leuk. Begint al goed. Maar goed, dan maar tegelijkertijd even opladen. Het is dus vandaag donderdag. En ik ben gisteren en eergisteren best wel beroerd geweest. Ik heb me gisteren ook echt ziek gemaakt omdat ik gewoon echt krampeerde van de pijn en me gewoon echt niet goed voelde. Mijn darmen speelden weer op en dat had ik dus niet verwacht, ondanks ik dat apparaat gewoon thuis vaak gebruik. Had ik dus niet verwacht dat mijn darmen in één keer de omgekeerde weg gingen doen weer. Maar goed, nu gaat het gelukkig goed. Ik ben gelukkig naar het toilet geweest, dus daar ben ik heel fijn en blij mee. Maar goed, het is dus vandaag donderdag en ik heb me eigenlijk een beetje opgetut omdat ik er net wat TikToks heb opgenomen. Ook een paar die ik dan al heb klaarstaan en ik heb er net al eentje online gepost en ik heb net wat foto's even gemaakt. Dus ik ben lekker een beetje opgetut, alleen dan merk ik dat er haartjes in mijn ogen zitten. En dat is een beetje vervelend. Volgens mij heb ik hem nu, ja. Maar goed, als je ziet is mijn haar ook anders voor de mensen die het gelijk opvallen. Mijn moeder viel het niet eens op gisteren, dus ik denk dat het jullie ook niet opvalt. Maar normaal zit mijn haar naar die kant. En nu zit het naar deze kant. Ik dacht gisteravond in één keer, hey, ik ga het gewoon eens deze kant op gooien, weer eens wat anders. En ik moet zeggen, ik vind het wel leuk. Ik merk alleen mijn kruin begint nu langer te groeien. Dus dat staat echt helemaal overeind, ook aan de achterkant. Echt super naar, super vervelend. Maar goed, maakt niet uit. Ja, het is dus vandaag donderdag. Ik heb verder niet zo heel veel te doen. Ik wil zo even naar de Action lopen, omdat ik daar nog een paar dingen nodig heb. En ik wil nog een paar dingen voor de cavia's halen. Die trouwens echt idioot relax liggen te slapen. Ik ben er bijna jaloers op. Maar, en nu maken ze er even ruzie. Ze kennen niet met en niet zonder elkaar. Maar goed, in ieder geval ga ik dus zo even naar Action toe. En voor de rest ben ik echt best wel leuk gekleed. Heel casual en heel, heel chill, maar toch wel leuk. Ik heb namelijk mijn nieuwe Maeve Wiley shirt aan van Sex Education Line van de Primark. Een zwarte jongensbroek. En deze salem witte puma's. Maar ik vind het zelf echt een leuke outfit. Het is heel casual, maar ook heel erg trendy op zich ook wel. Ondertussen ben ik trouwens ook YouTube video's aan het kijken en een beetje aan de rommelen in mijn kamer. De stofzuiger staat hier nog en de vuilniszak staat hier nog. Die moet ik zo even gaan opruimen. Maar ik heb op zich vandaag verder niet zo heel veel te doen. Ik ga even wat eten beneden en dan ga ik zo meteen even naar de winkel toe. Goed, ik ben weer thuis en ik ga jullie even laten zien wat ik allemaal heb gekocht. Ik heb twee volle tassen en ik was 61 euro kwijt bij de Action. Dus echt best heel erg veel. Maar goed, ik ga beginnen met het grootste. Ik heb een nieuwe badjas gekocht. Ik heb namelijk een grijze. Maar die vind ik gewoon niet heel erg fijn meer. En die is ook helemaal niet meer zacht. Die heb ik al echt al super lang. Dus ik dacht, ik ga gewoon lekker een nieuwe badjas halen bij de Action. Ik heb de maat M gehaald, dus ik hoop dat die past. Oh, die zit echt perfect. Super. Oh, het zit wel echt lekker ook gewoon. Helemaal top dit. Super lekker warm. Oh, je kan hem ook hier vastbinden. Dat is wel lekker. Hier knopen. En dan zo. Dan blijft hij zitten. Lekker. Oh, is ook echt heerlijk zacht. Helemaal blij mee. Goed, dat is de badjas. Dus die gelijk uitgepakt. Dan heb ik een vliezen pyjama broek gekocht. Ik heb namelijk bijna of al mijn pyjama broekjes zijn te groot. Of ze zijn bijna allemaal te klein. Dus ik heb deze gekocht. Ik vond het wel leuk. De roze met vlies. Lekker warm. En ik heb een pyjama setje gekocht. Dat is dit shirtje met lange mouwen. En deze broek erbij. Dat is ook helemaal leuk. En dan heb ik een bak gekocht om het voor in te doen voor de cavia's. Want ik moet elke keer naar beneden om elke keer voor te halen. Dat is super irritant. Dan heb ik deze twee. Dan heb ik deze twee topjes gehaald. Dat als ik geen shirt met lange mouwen aan wil, dan kan ik ook gewoon een topje erbij aandoen.
Ik heb room freshener of air freshener gekocht. En er zit hier nog iets in. En dat kan ik op zich wel laten zien. Want mijn pa krijgt het strakjes. Twee banketstafel. Mijn pa is helemaal gek van banketstafel of boterletters, hoe je het noemt. Volgens mij is daar wel een verschil in. Maar dat vind ik dus heel, helemaal lekker. Dus ik heb die gehaald voor hem. Ik heb sloffen gekocht bij de Action. Ik weet niet of het wat is. Vaak ga ik ernaast lopen, maar voor even lekker in huis. Zulke warme sloffen vind ik wel lekker. Dus die ga ik zo ook lekker aandoen. Ik heb een nieuwe dagcreme gekocht, want ik had een dagcreme, maar die is op. Dus ik heb deze creme gekocht. Dit is een vitamine C creme. Ik hoop dat die lekker ruikt. Ik heb deze volgens mij eerder gehad. Oh, hier zit het lipje. Ik maak die verpakking altijd aan de verkeerde kant open. Oh, hij is roze. Kijk, hij is oranje. Chill. Nou goed, die heb ik dus gehaald. Een cremmetje. Het doosje kan ook weg. Dan heb ik twee paar boxershortjes gekocht. Eentje in maat S en eentje in maat M. Want soms zijn ze net even te groot. Maar soms zijn ze ook gewoon echt wel te klein. Dus ik twijfelde een beetje. Dus ik heb er één in S en eentje in M meegenomen. Twee kussensloopjes zwarte. Want de kussensloop die ik nu heb is gewoon echt bagger. En gewoon echt niet chill. Dus ik ga deze gelijk om mijn kussen doen. En ik dacht, laat ik er gelijk eentje reserve mee nemen. Als ik ze toch ga halen. Ik ga deze er wel even omheen. Als bescherming. Het leuke is, vaak geeft mijn lippenstift of zo, als ik echt van die long lasting lipstick op heb, dat wil de s'avonds gewoon niet af. En vaak, dan ben ik altijd echt wel de sjaak, want van de volgende ochtend zit mijn hele kussensloop onder de lippenstift. En dat ga je nu niet zo goed zien, want hij is zwart. En is dat leuker bij mijn bed dan het lichtgele. Dan heb ik twee dozen met cavia stickjes gehaald voor cavia's. Scheermesjes, gewoon goedkopen. Nieuwe Soft Feel Fun pennen. Want de mijne waren op. En deze gebruik ik altijd voor het werk. Dus super fijn. Dat zijn deze drie kleuren. Dan heb ik een shower en bad gel gekocht. Deze. Ik heb deze eerder gehad. En die rook echt super lekker. En er zit olie aan bij. En dat vind ik altijd heel fijn. Omdat ik een hele droge huid heb. Is het altijd fijn als er iets van olie in zit. En dan last but not least. Muizen en kikkertjes. Ik vind het zo lekker. Er zit wat van het witte spul in. Ik kan er zo een heel zakje van leeg eten. Dus daar heb ik er weer drie van mee. Eigenlijk vier, mijn moeder heeft er ook één. Dan kan ik er zo weer vier van leeg eten. Maar goed, ik ga alles even opruimen. En ik ga mijn koffer inpakken. Want ik ga vanaf morgen... Oh, deze kant op. Want ik ga vanaf morgen een hele week in het huis van mijn opa en oma wonen. Omdat hun op vakantie gaan, dan pas ik op het huis. En ja, dan woon ik daar dus gewoon de hele week, zeg maar. Dus ik ga nu eventjes een beetje globaal goed inpakken van joh, wat moet er mee, wat moet er niet mee. Het is toch een week. Ik ga mijn koffer pakken. En ik ga alvast globaal alle dingen inpakken. Want ik heb gisteravond laat nog gedoucht. Dus het hoeft nu niet. En het hoeft morgenochtend ook niet. Dus al die spullen kan ik nu al wel inpakken. En de tandenborstel en zo, die gooi ik morgenochtend gewoon in de tas. Maar we gaan eens even inpakken. Ik ga nu even de koffer pakken. En dan gaan we eens even aan de slag. Goed, daar gaan we. Ik heb de koffer gepakt. Die heb ik hier. Ik heb gewoon een soort trolley mee. Die ik dus helemaal ga vullen. Ja, dus daar gaan we maar gewoon mee beginnen. Mijn badjas hou ik nog wel eventjes hier nu. Want ja, die wil ik nog wel gewoon aan. Even kijken, mijn ondergoed doe ik straks bovenop. Ik ga gewoon eerst mijn pyjama setje beneden onderin doen. Ik ga vanavond die ene broek aandoen. Die fluffy broek. En de rest ga ik gewoon in de koffer zetten. Deze gaat dus onderin. En één voordeel, morgenmiddag haal ik het gewoon weer uit de koffer. Dus. Het is wel lang deze broek. Vaak is een maat M voor mij
te kort. Maar qua breedte is die dan wel goed. Maar hij is wel lang. Ja goed, de pyjama zit erin. Ik ga mijn gewone kleding er even in doen. Ik ga dit rode shirtje meenemen. Het is allemaal wel een heel klein beetje gekruipt. Maar ja, dat hang ik morgen allemaal wel uit. Ja, dit shirtje. Dus ik moet ook rekening houden dat ik niet alleen kleding meeneem voor als ik vrij ben. Maar ook als ik moet werken, want ik moet volgende week ook gewoon werken. En dan heb ik dit felle t-shirtje. Zo. En dan heb ik hier nog een groen t-shirtje. Ik ben heel erg van de t-shirts, ook in de winter. Maar als ik het echt koud heb, ga ik of mijn badjas aan doen. Of een vest, want ik neem natuurlijk wel gewoon een vest mee. Nou, dan heb ik hier mijn White Label trui. Oh, die is vies. Nou, die gaan we dan niet meenemen, maar die gaan we in de was doen. Die kan ik altijd nog ophalen volgende week. Dan heb ik dit zwarte even shirtje, want ik neem een lichtblauwe broek mee en voor de rest zwarte broeken. Dus dat zwarte shirtje is dan leuk bij die lichtblauwe broek. Nou, dan heb ik deze oranje trui nog. Alles is een beetje gekreukt, jongens. Hoe kan dat nou weer? Dan heb ik hier nog een shirtje, een wit shirtje met lange mouwen. Dat heb ik pas allemaal gehaald voor het werk. Dus dat is ook wel lekker om mee te nemen. Zo. Nou, jongens, hij begint nu al vol te zitten. Oh jee. Dan heb ik hier nog twee topjes, waar de kaartjes nog aan zitten, maar die laat ik er even lekker aan. Ik ga ze om die eraf te halen. Een zwarte legging, voor als we of chillen in huis, of gewoon voor chill. Ja. Dan heb ik een blauwe spijkerbroek, lichtblauw. Is dat die lange of die korte? Volgens mij is dat mijn korte spijkerbroek, waar is mijn lange dan? Dat is mijn driekwart spijkerbroek. Dat doen we, kijk zelf waar die lange is. Dan heb ik een zwarte broek. Die neem ik mee. Nog een zwarte broek. En nog een zwarte broek. Ik ben heel erg van de zwarte broeken. Maar mijn grijze broek hangt als het goed is hier aan de waslijn, dus die pak ik zo ook. Dan heb ik hier 3 BH's plus de BH die ik morgen aandoen. Die doe ik ook gewoon schoon aan. Dan heb ik hier 4 paar sokken. Ik was daar ook gewoon naar jongens. Dus die denken van, oh, je hebt veel te weinig bij je. Nee, dat heb ik niet. Even kijken hoor. Oh ja, die onderbroek even eruit halen. Die erin. En hier hou ik er eentje vanaf voor morgen. Om fresh aan te doen. En deze gaat gewoon in de koffer. Deze gaat ook in de koffer. Topje. Om in te slapen. Het zit een beetje vol nu al. Oeps. Nou ja, deze doe ik dus vannacht nog aan. En die gaat dan morgenochtend ook gewoon in de koffer. En deze broek doe ik vannacht dan ook aan. Nou, mijn badjas die neem ik denk ik gewoon in de linnen. Oh, ik heb nog een BH. Die ik dan in de linnen tas gewoon meeneem, denk ik. Omdat het slimste is. Dus heb ik al mijn kleding. Ik ga nog wel een paar extra onderbroeken pakken, want dat is wel heel weinig. En ik ga mijn grijze broek even pakken. En dan ga ik mijn toiletartikelen ook nog even inpakken. En mijn opladers en al die laptop dingen ook. Want anders heb ik een beetje weinig. Goed. Ik heb mijn blauwe jongensbroek nog. Die hing in de waslijn. Die neem ik ook heel graag mee. Want die zit gewoon echt super lekker. Nou ja, dan mijn toiletten. Deze heb ik natuurlijk ook meegenomen naar Brussel. Dus er zaten nog aardig wat dingetjes in die ik erin kan laten zitten. Ik ga wel alles er even uit. Want ik wil even weten wat er nu eigenlijk allemaal in zit.
mijn tandenborstel. Dat is nodig. En ik zag hem al liggen. De tandpasta. Twee, ik had er net nog één. Juist. Twee kleine luchtjes, maar ik doe de ene in mijn handtas. Dus dat is wel het makkelijkste. Inlegkruisjes voor het geval dat pijnstilling, handgel, nog meer pijnstilling, melatonine, die is trouwens bijna op. Ik had nog van die doekjes over, die zich ontpoppen tot van die wegwaaidoekjes, zeg maar. Gezichtsreiniger zat er nog in, dus dat is helemaal top. En de body lotion was ook nog helemaal compleet. Dus die neem ik mee. Dan heb ik deze make-up remover klot. Dus gezichtsdoekje. Een soort washand voor je gezicht. Nou, die neem ik mee. Dan neem ik natuurlijk deze mee. De shower en bathwash. Dan doe ik deze er ook wel even in. Kijk, ik ben wel zo slim om dat te doen. Ik denk er wel heel veel te zitten, maar goed, maar niet uit. En ik ga hier even wat scheermes uithalen. Twee of zo, heb ik er wel zat aan. Dus dat. Nou, die crème. Maar eigenlijk heb ik dit morgenochtend nog nodig. Dus ik pak hem, ik laat zet hem wel klaar. Maar ik zal leggen bovenop de koffer, zodat ik gewoon nog kan pakken als ik wat moet pakken. Nou, mijn badjas en mijn eigen dekbedje neem ik ook mee. Want mijn opa en oma hebben twee persoons dekbed, heb ik natuurlijk ook. Maar dan kan ik gewoon niet onder slapen. Dus ik neem mijn eigen dekbedje mee en mijn eigen kussen. Die rol ik gewoon op. En die duw ik in een tas en die gooi ik bovenop de koffer. Dus, maar goed, dit is... ingepakt. Op zich heb ik nu alles aan kleding in zitten. Ik heb BH's, sokken, shirtjes, trui, misschien nog één trui voor het koud is. Ik ga nog één trui pakken. Dat is misschien wel een goed idee. Oh, mijn sokken moeten er ook nog in. Die liggen hier natuurlijk achter. Maar die doe ik natuurlijk nog wel aan. En ik wou nog een paar extra schoenen meenemen. Ik neem deze mee. Die roze witte Pumas. Maar ik wil ook, denk ik, mijn Vans meenemen. Mijn zwarte. Dus even kijken. Waar is die trui nou? Ik zag net een trui liggen. Oh ja. Deze neem ik ook mee. Lekker warm. En voor de rest heb ik eigenlijk alles wel. Ik ga verder niet, weet je, wat ik zeg, ik kan daar ook wassen. En als ik echt iets mis, dan kan ik gewoon naar huis lopen. Want zover woon ik niet van mijn eigen huis vandaan. Of van mijn opa en oma vandaan. Dus dat is top. Oh, en mijn make-up moet mee. Maar dat doe ik in een apart tasje, denk ik hoor. Ik ga daar echt niet moeilijk over lopen doen. En mijn dekbed en zo, ja, dat stop ik gewoon in een grote boodschappentas. Gooi ik bovenop die koffer en let's go, eigenlijk. Ja. Yeah. That's it. Goed, inmiddels is alles ingepakt. Ben ik helemaal zen en helemaal ready om te gaan slapen. Het is al laat. Dus we gaan ook gewoon lekker op tijd slapen. Morgen moet ik werken. Tot 11 of 1:30. Misschien een ruiling van de dienst. Misschien niet. Even kijken of dat mogelijk is. Of de mogelijkheid daartoe is. En ja, ik ga nu gewoon lekker slapen. Dus ik zie jullie morgen. Slaap lekker.